beste kijkers van de Cool Eagle Channel, vandaag weer een gloednieuwe video. En vandaag gaan we weer lekker Minecraft Skyblock spelen. Dat doen we vandaag op onze eigen server. En net was die Kuma heel erg aan het irriteren, dat was me de hele tijd aan het duwen. En wat ik heel even ga doen, als allereerste even tools maken. Nee, trouwens, ik ga eerst even naar de spawn toe. Want bij de spawn hebben we natuurlijk onze gekke gekkie staan. En vandaag is het met volgens mij de skin van Icoon toch? En elke week pakken we aan de andere spelers een skin. Nou, hebben we 10 stone. En nog een keer extra stone erbij. Want dat kunnen we goed gebruiken. En dan gaan we even kijken of er nog wat leuke spullen in de markt staan. Dat doen we even om daar naartoe te lopen. Want sommige spelers zijn al best wel ver. En die verkopen dus ook wel leuke spullen. Bijvoorbeeld eten en dat soort dingen. En als die dan niet te duur zijn, ja, dan wil ik ze best wel kopen. Maar dan gaan we als allereerste kijken wat staat er op de markt. IJs, enderpearls, rotte flesh, sandstone, oak saplings, ook wel handig. Maar ik weet even mijn balance niet. Is het niet heel duur? 9 broden voor 600. Wat levert normaal gesproken graan op? Oh, je kunt helemaal geen brood. 64 broden voor 2500. Nou, dan koop ik toch liever 64 broden voor een beetje. Hij is echt duur. 600 voor 9 broden. Nou, dat kan goedkoper. Maar wat is onze balans / money? Nou, we hebben op dit moment 906 euro. Dus wat we eigenlijk even zouden kunnen doen, is even wat hout meenemen. Oeh, deze is eigenlijk best wel goedkoop, zie ik. Volgens mij moet die prijs eigenlijk worden aangepast. Want we hebben nu 64 houtje. Als we daar allemaal planken van maken, moet je dit kijken. Hopskadee. Nou, daar heb je goedkope planken. Maar ja, / is let's go. Nou, dan gaan we even met deze planken gaan we even wat dingen maken. Dus let op, als jullie dadelijk gaan zelf gaan spelen, dan zijn de planken meteen 4 keer zo duur geworden. Want ze waren nu net ietsje pietje te goedkoop, zoals jullie konden zien. Want nu heb je voor, even kijken, volgens mij 1 stack koffiebonen, of hoe die ding ook heet, cacao beans of zo. Heb je dus 4 stacks hout. Dus ja, dat moet nog een beetje worden aangepast. En de prijzen die blijven natuurlijk ook altijd worden aangepast. Gewoon een beetje balanced. Ja, het kan zomaar zijn dat er op een gegeven moment ook een product eruit gaat, dat er nieuwe producten inkomen. En van alles nog wat, want we blijven natuurlijk gewoon updaten. Maar wat ik dus van plan was om een mooi eiland te gaan maken. En als het goed is, heb ik nu hier bijna overal iets onder zitten. Niet overal hoor. Dus ik moet wel opletten, net zoals hier bijvoorbeeld. Maar nu vul ik dit dan weer op. En dan doen we dit. En dan als het goed is, zijn deze blokjes nu ook veilig. En dan vullen we deze weer op. En dan hebben we deze. En deze. Kijk, hopskadee. Oh, en dan gaan we dit hetzelfde aanpakken. Hier, 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 hier en daar. En voilà, kijk. En dan kun je heel makkelijk eigenlijk zonder bang te hoeven zijn dat je omlaag valt, eigenlijk gewoon je blokjes weghalen. Hopsakadee. En dan doen we deze. Oh, we hebben een kleine lekkage. Ja, die fix ik even. Hop, boem. Oké, gefixt. Oké, nou, dan gaan we hier ook even, dit gaan we van hout maken. Maar er zit nog wel een maatje aan, want ik moet even kijken hoe we deze willen aanpakken. Ja. Hebben wij, ja, we hebben wel een unlimited water resource. Nou, oké, nou weet je wat we doen? We halen deze even weg. Kijk, zo, voilà. En dan kunnen we even hier deze even heel snel omtoveren naar een naar hout. Even kijken. Zo, kijk eens aan. En als het goed is, zijn we al bijna op die laag dat we echt alles kunnen gaan weghalen. En dan hebben we ook meer dan genoeg dirt. Want dirt is wel weer wat duurder. Even kijken. 1, 2 en 3. En dan moeten we even kijken hoor. Pakken we deze. 1, 2. En dan kunnen we nu deze veilig weghalen. En dan hebben we bijna al het dirt veilig weg kunnen halen. Even kijken, als we hier zo kunnen staan, dan kunnen we dit ook weer veilig weghalen. En dan hebben we weer eventjes genoeg dirt. Volgens mij verloor ik er daar wel eentje. Maar dat is niet heel erg. Het is er maar eentje dan. En één dingetje is niet zo erg als dat je er meer gaat verliezen. Even kijken. Zo. En dan gaan we deze nog even weghalen. Ja, we moeten heel langzamerhand eigenlijk alles gewoon weg gaan halen. Maar we moeten wel opletten met hoe we het gaan aanpakken. Want hier zit bijvoorbeeld lava onder. Dat weet ik 100% zeker. Kijk, zie je?
Dus daar moest meteen die onder. En dan hebben we deze. En dan kunnen we eigenlijk weer deze kant bij het, volgens mij. Yep. Kijk, en dan gaan we hier naartoe. En dan halen we nu de rest weg. Oh. Nee. Die ging bijna fout. Kijk, even zo. Deze moet je wel heel voorzichtig even aanpakken, want voordat je het weet flikker je namelijk omlaag. Deze twee die zijn nog niet nodig en deze die nemen we wel weer mee. En dan volgens mij hebben ze al bijna allemaal, kijk. Hop. Die. Kijk, nu zijn er toch maar een paar. En deze staan eigenlijk allemaal gewoon los, dus dat komt helemaal goed, mooi. Oké, kijk. Dit was wel dus van de waterresearch. Maar dan moeten we heel even eerst gaan kijken hoe die eruit ziet, die waterresearch. Want anders weet ik dus niet wat ik moet doen daarmee. Even koekeloeren. Welk blokje mist? Dan is het dit blokje wat miste. Kijk, mooi. Zetten we die hier neer. Die zetten we hier neer. Die zetten we daar neer. En dan hebben we, als het goed is, bijna alles helemaal compleet van hout. Kijk, stop. Nee! Mijn emmer. Shizzle. Heb ik weer. Oké, kleine struggles. Maar ja, het is obsidian. En als het goed is kun je obsidian wel weer weghalen. Dus dat scheelt. Kijk, wat we nu gewoon even moeten doen is dit. En dan moeten we even dit doen. Deze hier. Deze hier naartoe. En dan zetten we deze weer hier naartoe. En dan maken we even kijken hier het water. En als het goed is, ja, kijk, hopsakadee, moet het dadelijk weer werken. Nou, dan gaan we hier nog de laatste paar blokjes dirt weghalen. En dan hebben we dadelijk al het dirt wat we wouden hebben. En het zand moeten we ook even mee voorzichtig zijn, want die hebben we dadelijk ook natuurlijk nog keihard, maar ook echt keihard nodig. En deze hebben we nodig. En deze hebben we nodig. Even kijken, dan gaan we gewoon op deze laag even verder. 1, 2... Want dan kan ik dadelijk een verdieping in gaan werken. Dat is ook wel relax. Koe, flikker niet omlaag, hè? Niet helemaal doodgaan. Oké, dankjewel, koe. Oké, en voilà. Volgens mij hebben we alle deurs wat we konden pakken. Hebben we nu. Kijk, mooi. Nou, dan is dit weer gefixt. Even kijken. Zo. Er zit best wel wat deurt trouwens in de eiland, zie ik nu. Pakken we toortjes erbij. En deurt hier neer. En dan gaan we even kijken met de toortjes. Gaan we even de zijkantjes verlicht. Dit is trouwens, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hij is niet helemaal recht zoals dat ik het wou, maar dat komt vanzelf wel. Even kijken, nou, dan hebben we de belangrijkste dingen hebben gedaan. We hebben nu ons eiland compleet omgetoverd naar een... ik zie nog één dingetje wat ik niet heb gedaan, dus die zit hier. Hop, dus 1... En dat is 2. Kijk, mooi. En nu zijn we al completed, want hier moet eigenlijk nog een boom op komen. Maar die zou ik voor nu even weghalen. Kijk, voilà. Kijk, en dan halen we deze boom de volgende keer weer weg. En dan hebben we weer meer hout. Want hout gaat wel fors omhoog. Die zou bijna 4 tot 10 keer zo duur gaan worden. En dat is puur omdat het anders gewoon elke keer heel makkelijk is om gewoon hout te kopen. En je hoeft verder niks te doen. En je moet natuurlijk bij Skyblock wel een beetje werken. Binnenkort komen er ook een aantal updates op Skyblock aan. Hele vette, zoals een nieuwe scorebord aan de rechterkant. Waar je dan ook je geld, alles erop en eraan kunt zien. Je island level en nog veel meer dingen. Voor nu zou ik zeggen allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk hebben jullie weer genoten. En zie ik jullie weer snel terug bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal.